Nederland in het jaar voor de Tweede Wereldoorlog. Bewoners van Den Haag lezen op aanplakbiljetten en op een moderne lichtkrant dat Nederland mobiliseert. Een van hen legt dat tafereel vast met zijn eigen filmcamera. Naarmate de spanning in Europa stijgt, gaan steeds meer amateurfilmers de gebeurtenissen van hun tijd op celluloid vastleggen. Ook tijdens de oorlog blijven ze dat vaak doen. 5 jaar bewogen geschiedenis op ooghoogte. De Tweede Wereldoorlog in amateurfilm. Proclamatie van Hare Majesteit de Koningin. Mijn volk, nadat ons land met angstvallige nauwgezetheid al deze maanden een stipte neutraliteit had in acht genomen, is in de afgelopen nacht door de Duitse Weermacht zonder de minste waarschuwing een plotselinge aanval op ons gebied gedaan. Ik richt hierbij een vlammend protest tegen deze voorbeeldenloze schending van de goede trouw en aantasting van wat tussen beschaafde staten behoorlijk is. Ik en mijn regering zullen ook thans onze plicht doen. Doet gij den uwen met de uiterste waakzaamheid en met die innerlijke rust en overgave waartoe een rein geweten in staat stelt. We bedenken dat we misschien nog iets kunnen redden. We trekken de gordijnen nog van de ramen, maar het is eigenlijk belachelijk bij zo'n vlammenzee. En wat moeten we nu meenemen? Uit alle kamers verzamelen we kleren. We gooien het goed op de bedden, slaan de lakens en dekens eromheen en krijgen zo grote pakken die we naar beneden slepen. In alle kamers kijk je nog even rond, wetend dat het verder allemaal verbranden zal. Hopeloos is het. Voor het laatst zien we ons huis daar staan, laag tegen de hoge buurhuizen. We hebben nooit een ander huis gekend. We zijn er geboren en hebben er alles beleefd. Je zei altijd dat je er nooit weg zou willen. En nou moet het. Een paar dagen geleden trok een afdeling Duitse soldaten door de stad. Het was alsof er een liniaal langs was getrokken. Al die 300-400 voeten daalden en rezen als één voet en het was alsof er slechts één zware voetstap klonk. Voorop de schetterende muziek. En daarachter de manschappen in rijen van 8. Het was een mooi gezicht, als men tenminste gelieve te vergeten waartoe dit alles dient. En dan al die Duitse soldaten die hier rondboemelen.
In het begin zag je ze meer in groepen, hielden ze een beetje parade door de stad. Maar nu lopen ze bij tweeën en drieën door de stad. Bijna altijd gewapend met dozen taartjes. Want het is ongelooflijk zoals ze snoepen. Ze zijn in Duitsland al zoveel jaren op rantsoen gesteld geweest dat ze zich hier dubbel te goed doen. Ze vinden Holland nog lui lekker land. Maar lang zal het niet duren. Dan is ons kleine landje leeggegeten. De muziek is van Johnny and Jones en de woorden van Jones and Johnny. Here we go. De overheid heeft het publiek bevolen. Als het donker is, dan moet het donker zijn. Er mag geen enkel licht naar buiten schijnen. Doe verduistering, papier voor je gordijn. Anders staan ze s'avonds aan je bel te bellen. En dan komt de luchtbescherming je vertellen. Maak het donker, maak het donker in het donker. Ook al gaan de sterren door met hun geflonker. Ik loop langs de huizenkant met mijn luchtbescherming band. De lantaarn in mijn hand om te kijken waar iets brandt. Houd eens rekening met de verduistering wensen. Maak het donker, reuze donker, beste mensen. Daar hoor ik een groepje NSB'ers zingende langstrekken. Voor volk en vaderland is het refrein. Het geeft je even een misselijk gevoel, dit valse sentiment. Hoe kunnen in hemelsnaam Nederlanders zich ertoe lenen om zo de vijand in de kaart te spelen? Ook werken de NSB'ers aan de jeugd en bederven deze grondig. Het is bedroevend om zoals gisteren hele groepen kinderen door de straten te zien trekken, zingend onder hun leiding. De kinderen krijgen goede schoenen waar een ander niet aan kan komen en mooie pakjes aan en mogen marcheren. Dit vinden de kinderen allicht prettig en veel ouders zijn te slap om hier tegen in te gaan en zien er het gevaar niet van in. Hoeveel naïvelingen zijn er niet ingelopen op deze manier? NSB'er prijkte tegenover zijn huis het opschrift V, de V van vergelding. Het is allemaal gruwelijk flauw, maar ik gun de mensen wel graag een verzetje. Ze hebben het wel verdiend. Verzet baat niet, dus waarom dan geen verzetje? Een verzetje met een hoofdletter V. Vandaag, 20 juli 1941, was ik meer met mijn gedachten bij de goede aarde dan bij de oorlog. Half Amsterdam trok erop uit, in een lichte stroom. Er was slechts zon en wind en de weide bloeide.
Er leeft alleen maar een stemming van verliefdheid op het leven in mij, die nog de hele avond doorgloeide. En dit alles terwijl nu ook de felle oorlog tegen Rusland plaatsvindt en daar een heel volk onder de voet wordt gelopen. Maar deze lichtheid moet je nu wel aanvaarden en je moet vandaag wel zeggen dat het leven heerlijk is. Denk niet dat we met elkaar zitten te jammeren. Het vreemde is juist dat je ogenschijnlijk gewoon je gang gaat. Soms vrolijk lachen kunt, blij kan zijn over allerlei dingen. En toch, op de achtergrond van alles, dit dreigende leven voelt. Ik heb me nooit kunnen realiseren wat het is om te leven onder een vreemde bezetting. Nu ervaren wij Nederlanders het zelf. Laten we maar blij zijn, er is weer een jaar voorbij. En in mei dan leggen alle vogels weer een ei. Het komt wel weer in orde, zoals ik het trek je nergens niet van aan. Laten we niet mopperen aan alles continent. Zit niet bij de pakken neer, gedraag je als een vet. Want het komt wel weer in orde, zoals ik het trek je nergens niet van aan. Zanik niet, zing een lied, achter de wolken schijnt de zon. Vaderland, elke dag, al heb je een tientje of een halve ton. Als er geen gevoel was, dan had iedereen het land. Het is voorlopig afgelopen met het stille strand. Maar het komt wel weer in orde, doe als ik een trekje nergens iets van aan. Alle huisvrouwen zijn aan de schoonmaak. Oorlog of geen oorlog, de schoonmaak gaat door. Ja, waarom ook niet? De zon schijnt, het is voorjaar. En alles moet een opfrissertje hebben. We hebben geen zeep, boemwas of iets wat erop lijkt. En toch weten we nog glans op de meubels te krijgen. En ziet alles er weer wat frisser uit. Bovendien geeft het ons wat afleiding en besteden we onze tijd nuttig. Mijn heren, naar aanleiding van de ervaringen die ik opgedaan heb met de Svetlund-generator bij mijn Buick automobiel, deel ik u het volgende mede. 1. Het starten in de koude blijft een ramp, omdat de olie van de motor in onverwarmde toestand dik en taai is en het aanslaan veel stroom vergt. 2. Het brandstofverbruik is, ondanks dat grote zuinigheid in acht genomen wordt, abnormaal groot. 3. De brandstof voor een generator vind ik bijzonder duur.
Luisteraars, na vanavond zal onze openingsmuziek In naam van Oranje, doe open de poort voorlopig niet meer weer klinken. Door de Duitse diefstal van radiotoestellen zal het gehoor van Radio Oranje aanzienlijk inkrimpen. Vandaag moeten we onze radio inleveren. Het is toch erg dat je met een droog gezicht je toestel moet brengen? En zo ongezellig in huis. Hij stond bij ons heel veel aan. Zoveel dat ik wel eens zei, trek dat ding er nu alsjeblieft eens uit, omdat ik het zat was om steeds naar dansmuziek te luisteren. We vieren ons kerstfeest tweede kerstdag. Het is zo heerlijk het huis vol te hebben met kerstmis. Hoe sober we meestal ook zijn met eten, Chris heeft toch gezorgd dat we nu een heerlijk kerstmaal hebben. Het is hem zelfs gelukt een kalkoen te krijgen. Ons menu is nu tomatensoep, kroketten, kalkoen met vruchtenkompot en doperwten. Gebakjes toe en dan nog vruchten, appelen en noten. In deze tijd waarderen wij zo'n maaltijd wel heel erg. Van de fabrieken is bitter weinig over. En bovendien liggen overal nog onontplofte bommen. Ik vergat nog te schrijven dat we gisteravond met ons tweeën, pa en ik, met de kinderwagen naar ons huis zijn geweest. Op eigen risico mochten we passeren. We hebben de wagen nog volgeladen met dekens, jassen, ons klaarstaande eten enzovoort.
In het donker brandden nog spookachtig de fabrieken, terwijl boven de stad een rosse gloed zichtbaar was. Ook vandaag zijn we nog 2 maal naar de Torricelli-straat geweest, onder andere om ons konijntje eten te geven. De fabrieken staan als zwart geblakerde geraamtes op het terrein. Ik heb al veel joden gezien met een jodenster. Een grote gele ster met het woord jood erop. Welke bedoeling hebben de moffen daar nu eigenlijk mee? ...4 mei 1942. Allemaal hebben we al onze sterren op. Het werkt erg op mijn lachspieren. De mensen groeten ons, ze nemen hun hoed voor je af en maken allerlei opbeurende opmerkingen. Iemand zei tegen mij, doe dat stomme ding toch af, gooi het toch weg. Het is echt heel leuk. Overal worden de Joden nu op een hoop gedreven, als vee. Hun bundeltje op de rug, de deken bij zich. Dagen van tevoren hebben ze hun spulletjes al klaargemaakt. Maar wat moet dat afscheid zwaar zijn geweest? Afscheid van hun zo vertrouwde huiskamer, van hun vrienden en kennissen. De dingen die met die arme mensen gebeuren zijn zo hartverscheurend en laag, bijna ongelooflijk. En dan te denken dat hier zoveel Nederlanders ook aan meedoen, dat is het ergste. Ik schaam me voor mijn landgenoten. Is dan voor geld alles te koop, ook hun laatste restje eer? Het is alles troosteloos vandaag. Laat ik maar eindigen. Thank you.
weer een nieuwe maand. En nog steeds zitten we onder het juk van de moffen. Ze zijn nu bezig alle militairen als krijgsgevangenen weg te voeren. Wat zal er van Nederland overblijven nu al onze jongens van 18 tot 35 jaar worden weggevoerd naar Duitsland? Geallieerde legers in een onweerstaanbare opmars de Nederlandse grens overschreden hebben, wil ik uit naam van u allen, onze bondgenoten, een hartelijk welkom toeroepen op onze vaderlandse bodem. Het uur der bevrijding heeft geslagen. Weldra zal het ogenblik komen waarop onze geliefde vorstin in uw midden zal terugkeren om te regeren in rechtvaardigheid en vrede. Ontroerd tot in het diepst van mijn ziel hoorden wij die woorden aan. Ja, het juk is reeds van onze schouders genomen en het is de mensen aan te zien, want samenscholingen hebben plaats langs de straat en alle mensen stralen van blijdschap. Zojuist is die Duitse mevrouw vertrokken die naast ons woonde. En overal zijn de Duitse burgers aan het inpakken om te vertrekken. Vandaag is ieders hoofd op hol. Er wordt beweerd dat de geallieerden Rotterdam al bezet hebben en Breda ingenomen, enzovoort, enzovoort. Maar wij horen hier niets van vliegtuigen of van schieten. Dus ik kan me niet voorstellen dat ze al zo dichtbij zijn. Mensen liepen met oranje bloemen op. Radio's worden tevoorschijn gehaald. Iedereen wordt onvoorzichtig. Men schreeuwt het nieuws uit. Men lacht terugtrekkende moffen uit. Men lacht om wegtrekkende NSB'ers. Het is loos alarm geweest dinsdag. De geallieerden zijn nog niet eens in Nederland. Het schijnt dat zij weer meer tegenstand der Duitsers ontmoeten. Al met al heeft het ons na die eerste blijdschap weer diep neergedrukt. Nu blijkt dat de bevrijding verlopen van de baan is. Maastricht. 4 jaar, 4 maanden en 4 dagen nadat de Duitsers ons land waren binnengerukt, stroomden eenheden van het Amerikaanse leger onze oudste stad binnen. En de Yankees zijn er ontvangen door een burgerij die zich soms nog moest bezinnen tussen tranen van vreugde en een laaiend enthousiasme zoals ik dat nog nooit eerder heb gezien. De eerste stad waar we weer konden zeggen wat we dachten. Het eerste stukje Nederland dat opnieuw zichzelf was geworden. Dat het gedrul, het getreiter en gesar van Duitser en NSB'er plotseling voorbij was. Gemeentehuis van IJsden en op het politiebureau van Maastricht vond ik de eerste ladingen NSB'ers achter de tralies. Het waren natuurlijk niet de voormannen, want die waren al 1 dag of 10 geleden vandoor gegaan. Dit waren de mindere goden die hier zaten, maar die stuk voor stuk schuldig zijn geweest aan de slavenhandel van Nederlandse arbeiders naar Duitsland of het verraden van landgenoten aan de Gestapo. De Duitsers eisen weer duizenden op voor werk in Duitsland. Uit alle bedrijven worden ze weggehaald. Het is je reinste slavenhandel. Niets is er tegen te doen.
Zo laat de MOF het hele Europa voor zich werken en kan hij zijn eigen mannen voor het front gebruiken. Is er ooit in de geschiedenis zo'n massale inbeslagname geweest als de moffen nu toepassen? Alles stelen ze weg, tot onze mannen toe. Ik zag vanmorgen een jongetje lopen met blote benen en kapotte schoenen. De vellen hingen erbij. Het kind zag blauw van de kou. Zo trekken iedere dag kinderen hier langs om hout te gaan halen in de bosjes verderop. En ook grote mensen met allerlei karretjes of zonder karretjes, een boomstam achter zich aanslepende. Dit is tegenwoordig het gewone straatbeeld. Met het eten wordt het steeds bedroevender, overigens. Er komen praktisch geen aardappelen aan voor de bevolking, zodat de gaarkeuken steeds vaker soep moet verstrekken. En wat doen nu mensen als hoofdmaaltijd met 3/4 liter soep van kool met erwtenmeel? De jaren opgekropte woede uit zich doordat de jongens enkele meiden die met moffen zijn omgegaan en zich hebben gegeven, de kop kaal knippen. En niemand deed er iets tegen. Ze kregen hun gerechte straf. Ze grepen dan zo'n meid beet en met zakschaartjes, ja, zelfs met messen, zag je ze de kop kaal maken. Als een geplukte kip zag je de meiden door een 1000-koppige menigte wegvluchten.
Het was geen verheffend gezicht, maar ze waren jaren gewaarschuwd. Dus moeten ze het maar voelen ook. Lijsten waren ervan opgemaakt wie in aanmerking ervoor kwam. Zo eindigde deze veelbewogen dag. Kort voor deze uitzending begon, werd officieel gemeld dat vandaag door Lancaster bommenwerpers van de Royal Air Force opnieuw voedsel werd uitgeworpen boven het westelijk gedeelte van ons vaderland. Hitler en Goebbels hebben beide zelfmoord gepleegd volgens Russische berichten. Berlijn is gevallen en 250.000 Duitsers hebben zich overgegeven. Elke dag komen hier bommenwerpers en werpen pakketten naar beneden. Het is een prachtig gezicht, die grote vliegtuigen zo laag en zo rustig over te zien gaan. Veel mensen klimmen telkens weer op de daken en wuiven met witte vlaggen. Gisteren werden boven het westen van ons vaderland afgeworpen vlees, groente, meel, melk, margarine, suiker, thee, kaas, gist en chocola. Een groot gedeelte van dit alles in blik. Hier in Holland is het geen oorlog meer. We zien iedere morgen de machtige bommenwerpers boven ons huis vliegen, komende uit de richting Schiphol. Ze zijn al 2 dagen bezig levensmiddelen uit te gooien. Ze zeggen dat er ook sigaretten in de pakketten zitten. En rijst met gedroogde eieren. En echte chocolade. Ons hart klopt vol verwachting. De Nederlandse regering doet een dringend beroep op alle burgers in bezet gebied om strikt alle aanwijzingen op te volgen welke een snelle en rechtvaardige verdeling van het uitgeworpen voedsel kunnen bevorderen. Smiddags ben ik pakketten wezen rapen op het dropterrein achter de plas. Het veld was doornat. Het lag bezaaid met zakken. Velen waren erg energiek, begonnen keurig stapels te maken. Even zoveel liepen echter te neuzen of er niet een blik was opengevallen. Vanuit de weilanden werden menselijke kettingen gevormd. De zakken werden van hand tot hand doorgegeven. Sommige waren wel 50 kilo. Alles verliep op het laatste vlot. Werd er in het begin van de middag een half broodje beschikbaar gesteld dat ik niet te pakken kon krijgen en gelukkig niet zo hard behoefde. In de namiddag was er voor de rapers een halve liter heerlijke pap. Thank you.